Offerzwaluw voelt zich thuis. Paling vangen met punters, oldtimers en brommers in Doornspijk. Hartelijk welkom. Mooi dat u weer naar de Loe kijkt. De jaarlijkse vlooienmarkt op de Hemelvaartsdag was weer een succes. De supportersvereniging Groen-Wit van de voetbalvereniging SV Het Harde kijkt tevreden terug. De bezoekers uit de verre regio slenterden langs de 350 kramen. Dat deze vlooienmarkt al voor de 32e keer wordt gehouden, is een goed teken. De standhouders komen graag naar Het Harde. De 150 vrijwilligers doen altijd hun best om alles op rolletjes te laten verlopen. En dat was ook dit jaar weer het geval. De leerlingen van groep 7 en 8 van Scola van Kinsbergen waren opgelucht toen hun replica van het VOC-schip te water werd gelaten en rustig bleef drijven. De kinderen bouwden het schip als eerbetoon aan de naamgever van hun school, admiraal van Kinsbergen, een zeeheld en weldoener in Elburg. Het schip is een van de kunstwerken die leerlingen voor het festival hebben gebouwd. De grote of Sint-Nicolaaskerk in Elburg opent Pinkstermaandag zijn deuren voor een moment van gebed, zang en bezinning. Zo wordt tijdens een druk bezochte Pinkstermarkt in de stad een moment van rust geboden. Iedereen is welkom, ook wie nauwelijks een kerk bezoekt. Dit middaggebed, dat om 2 uur begint, krijgt een vervolg op de Elburger vestingdagen in juli en augustus. Vandaar dat de naam Veilige Vesting is gekozen. Een aantal oeverzwaluwen die zich in de oeverzwaluwenwand aan het Drontemeer hebben genesteld, zijn vorige week geregistreerd. Naast het ringen worden ook het gewicht, de lengte en het geslacht genoteerd. De oeverzwaluwwand is 5 jaar geleden door de Stichting Landschapselementen Elburg aangelegd. Nu zijn bijna alle 200 nestgaten bewoond. Ja, we gaan de vogels nadat ze geringd zijn, kijken of het een mannetje of een vrouwtje is. Daarna gaan we de vleugellengte meten en we gaan het gewicht vaststellen. En dat wordt genoteerd. En als er andere gegevens zijn, zoals bijvoorbeeld een vreemde ring die al eerder is omgelegd, voorgaande jaren of wanneer en waar dan ook, dan noteren we dat ook natuurlijk. En je kunt eventueel ook nog de vetgraad van een vogel bepalen, maar in het broedseizoen hebben ze dat niet. Want dat doen ze pas als ze aan het einde van het broedseizoen zich klaarmaken voor de trek naar het zuiden. En dan gaan ze vet aanleggen om op reis te gaan. Mm-hmm. Dan willen ze de tank vol benzine hebben, voordat ze een lange tocht gaan maken. Ja. Wat is dit dan? Een mannetje. Oké. 107. 107 is de vleugellengte. Het gewicht is... 12. Nou, dat is niet. 12,8. Dinsdag 18 juni is het weer zover. Dan zal de wandelvierdaagse Het Harde van start gaan. Er zijn weer mooie routes uitgezet. Voor de rolstoeler is er een route van 3 kilometer en voor de wandelaars routes van 5 en 10 kilometer. De deelnemers kunnen op 4 avonden van het bosrijke landschap rondom Het Harde genieten. En wie mee wil doen, moet op de website kijken.
Start- en tevens eindpunt zijn bij het Sportpark Schenk aan de Bovenweg in het Harde. De Oranje Vereniging Moed en Vertrouwen in Doornspijk houdt op 6 juli voor de 11e keer een oldtimer, trekker en brommerrit. De afgelopen jaren is de rit altijd succesvol verlopen. Ook dit jaar is er weer rondom Doornspijk een mooie rit uitgestippeld. De start is Loonbedrijf Van Norel aan de Oude Molenweg in Doornspijk. De deelnemers worden vanaf 9:30 verwacht en rond 11:00 gaat iedereen vertrekken. Dit jaar kiest een jury weer de mooiste tractor of bromfiets. De winnaar wordt extra in het zonnetje gezet. De Elburger Sportclub heeft zijn donateurs en sponsoren bedankt met een bijzondere avond. Als extra gast werd Marianne Timmer welkom geheten. Zij vertelde over haar carrière. Het bleek dat het pad van een topsportster lang niet altijd over rozen gaat. Haar grootste successen behaalde ze in Nagano. Marianne werd begeleid door haar man Henk Timmer. Beiden voelden zich thuis tussen het gezelschap uit Elburg en omgeving. De gemeente Elburg promoot de koop van een regenton. Inwoners die in de maanden mei en juni een regenton aanschaffen, kunnen 40% tot een maximum van 100 euro van de kosten terugkrijgen. De gemeente wil daarmee inwoners stimuleren bewust met water om te gaan. De actie die tot eind juni duurt, geldt alleen voor de inwoners van de gemeente Elburg. Zo, wat een prachtig weer om even de bloemetjes water te geven. Even de... Oh, dat hoeft natuurlijk niet uit de kraan, dat moet eigenlijk niet. Daar gaan we natuurlijk niet dat mooie leidingwater voor gebruiken. Ik heb een regenton, dat is veel beter. Dat is veel beter om water uit te halen voor de bloemetjes. Want beste mensen, zoals jullie misschien weten, de gemeente Elburg heeft tot 28 juni de actie Regenton. Dat doen wij ervoor dat je niet dat dure, waardevolle leidingwater gebruikt om te sproeien, maar liefst regenwater. En de bloemetjes, die vinden dit nog veel fijner dan het koude leidingwater. Dus beste mensen, doe mee met de actie Regenton tot 28 juni. Dan kunnen jullie 40% korting krijgen op het aankoopbedrag, als je het bonnetje inlevert natuurlijk. Bij winkeliers uit heel de gemeente. Alleen voor inwoners van de gemeente Elburg natuurlijk. En maximaal 100 euro. Lees de voorwaarden op onze website. De Elburgse Julia Jilas heeft met haar paard Finishing Touch een plek op de Europese kampioenschappen behaald. Deze bereikte ze met 1,60 meter in de hoogste springcategorie op een groot internationaal paardenconcours in Aalborg in Denemarken. Julia is geboren in Finland en woont al 25 jaar in Elburg. Julia en haar partner Herman van Triest runnen in Elburg een paardenbedrijf dat de naam heeft opgebouwd in het fokken, scouten en trainen van talentvolle paarden. Het Harde houdt weer een feestweekend en wel op 14 en 15 juni. Doel is dat de bewoners elkaar weer gaan ontmoeten. Daarom is iedereen op vrijdagavond welkom in de tent op de Singel. Vanaf 8:00 s'avonds tot middernacht treedt de band Next Level op met allround repertoire. Op zaterdag wordt de langste dagmarkt in het winkelcentrum gehouden. Daar treden 's middags de Meulenzangers op. Een verzoek van de organisatoren, houd dit weekend vrij en zorg dat je erbij bent. Tijdens het Pinksterweekend houdt de Visserijvereniging Ons Belang de puntenvisserijwedstrijd. Dan gaan vissers met punters net onder de kust vissen. Op vrijdagavond vertrekken 10 tot 15 punters om langs de voormalige kustlijn van de Zuiderzee het hoekwand uit te zetten. Net zoals vroeger het werd gedaan. De volgende morgen, bij zonsopkomst, worden de lijnen weer binnengehaald. Het liefst met gevangen paling. En na het wegen van de vangst is de beste puntenvisser bekend. Er is nog meer te doen aan de haven. Op zaterdagmiddag wordt door Visserijvereniging Ons Belang samen met Reukploortse Elburg een palingrookwedstrijd gehouden. Er moet 1 gerookte paling bij de jury worden ingeleverd.
en er wordt gerookt met verse Ierse paling. En de jury, die weet hoe gerookte paling moet smaken, bestaat uit 3 personen. Ze reiken vervolgens de prijzen uit en het koor Eigenwijs zorgt voor de muzikale omlijsting. In de vesting Elburg is op de tweede Pinksterdag een grote markt. Maar liefst 150 centhouders presenteren hun koopwaar. De inmiddels in de verre omtrek bekende Pinkstermarkt trok vorig jaar 21.000 bezoekers. Vooral de grote kreetjesmarkt trekt altijd veel bekijks. De markt wordt door de marktcommissie van de Elburg Sportclub en de supportersvereniging Blauw-Wit georganiseerd. Wie zich nog wil inschrijven voor de Pinkstermarkt, kan dat via de mail pinkstermarkt@elburgsc.nl. Hoe blijft de ondernemer de ketende baas? Door te ondernemen, zegt opticien Hans Schroten, die samen met zijn vrouw al 25 jaar de optiek Schroten aan de Beekstraat in Elburg runt. De medewerkers verrasten het echtpaar met de serenade van het Mallet en Majorettenkorps Excelsior, Oosterdorp. Opticien Schroten is al 25 jaar een begrip in Elburg. 25 jaar brillenzaak hier in Elburg, op een plek van die altijd brillenzaak is geweest. Ja, wat is er veranderd in 25 jaar? Wat is er veranderd? Mensen zijn mobieler geworden. Vroeger kon je winkelier zijn en passief achter de toonbank staan. En tegenwoordig is het zo dat je ondernemer moet zijn en voor de toonbank dat je moet laten zien. Dat je moet ondernemen en dat je via social media of dergelijke, dat je je aanwezigheid moet zien. En dat je op een andere manier moet de spullen moet adviseren, moet verkopen. En het is niet meer zoals vroeger. Zoals het is advertentie plaatsen en dat de mensen maar langskomen en afwachten. Het is geen afwachtende houding meer aannemen. Nee, je moet nu 3 stappen vooruit denken. Hoe is het om 25 jaar met je partner ook een bedrijf te runnen? Ik heb eerst bij de DA gewerkt. Ik ben niet direct in de zaak gekomen. En toen is Sterre geboren. En toen ben ik minder gaan werken bij de DA. En op korte termijn daarna ben ik in de zaak terechtgekomen. En dat gaat eigenlijk prima. En we zien elkaar terug weer in Nijmegen. Prima, ja, dit jaar ook weer de finale lopen. Je kunt er straks ook zien, Lou Media, die is ook weer duidelijk weer aanwezig in Nijmegen. En ze staan na 2 dagen te filmen, dus kijk ook straks naar die Lou Media. Dit is een prachtig medium om de jongens zijn, het is allemaal vrijwilligerswerk. Iedereen die doet als vrijwilligers, die draagt een steentje bij. En onder andere dit interview ook, iedereen die helpt daarbij. Dus straks ook kijken naar Lou Media Nijmegen, alstublieft. De schoorsteen van het museum Elburg, het Oude Klooster, leek 2 ooievaars 3 jaar geleden een ideale plek om neer te strijken. Ze bouwden er een nest waar nu 3 kleine ooievaars opgroeien. Die gaan na verloop van tijd weer richting zuiden vliegen en misschien komen ze volgend jaar wel weer terug om nieuwe nesten te bouwen. Dit was weer een kleine greep uit de nieuwsberichten van de afgelopen week. Hebt u interessant nieuws voor het wekelijks overzicht? Stuur dan uw bericht naar redactie@loumedia.nl. En wilt u alle onderwerpen nog een keer weer bekijken? Ga dan naar www.loumedia.nl. Wij komen de volgende week graag weer terug met een nieuw overzicht. In een snel veranderende wereld, waarin de installatietechniek alsmaar ontwikkelt en verduurzaamt, geloven wij in balans houden. Ja zeggen tegen vernieuwingen, maar ook het hoofd koel houden. Kein Hulsvlier als een ondernemer die met beide benen op de grond staat, praktisch en nuchter is en niet achter iedere hype aanloopt. Dat is nou juist het prettige van Hulsvlier, dat ze bij ons komen op het moment dat wij echt een vraag hebben. En komen er altijd met een hele goede oplossing waar ik zelf niet op zou zijn gekomen. Wij zijn Hulsvlier.
Totaalinstallateur voor zowel de utiliteitsbouw als de woningbouw. Wat aan Hulsvier opvalt is dat ze ook sterk zijn in bijzondere projecten. Niet alleen maar woningbouw, utiliteitsbouw. En dan merk je de inbreng die zo belangrijk is. Wij gaan altijd voor duurzame relaties. Samen vormen we een team waarbinnen wij een solide partij zijn. Dat ze echte teamspelers zijn. Dat vinden wij ook heel belangrijk, want daarmee behaal je toch het beste resultaat. En we zorgen voor baangarantie voor de mensen die we opleiden. Hulsvier is een grote, belangrijke ondernemer in mijn gemeente die ook maatschappelijk haar verantwoordelijkheid neemt. Neem bijvoorbeeld onze vaktechnische innovatieve projectgroepen. Hiermee houden we onze kennis up-to-date. En kunnen we de meest moderne en slimme technieken en producten toepassen. Je merkt dat ontwikkelingen in onze branche en dus ook je van Hulsvier heel erg hard gaan. Dat betekent dat je met z'n allen echt up-to-date moet blijven om te kunnen blijven leveren wat bij deze tijd hoort. En dat doen ze heel erg goed. Ze blijven scherp, zorgen dat je het nieuwste state-of-the-art krijgt zonder risico's te nemen. We vertalen de klantwens in passende oplossingen, zowel technisch als financieel. Altijd met hetzelfde doel, financieel en maatschappelijk rendement voor een optimaal resultaat.